Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begrijp dat het het eerste plenaire optreden van deze minister is als minister van Onderwijs. Dus hartelijk welkom in ons huis, zal ik maar zeggen. Voorzitter, het was een beschamende vertoning. Ja, meneer Buma, die in zijn verkiezingscampagne op zijn meest studenticoos uitriep dat het CDA stopte met de langstudeerregeling. Een heel wetgevingstraject was doorlopen. En meerderheden waren gehaald, de studenten hadden zich erop ingesteld. Maar meneer Van Haarsma Buma, die degelijke en betrouwbare CDA-bestuurder aan wie de burger het land kan toevertrouwen, die dacht dat hij de studentenstem kon kopen. Met het opgeven van die langstudeerboete. Ik kan me nog goed herinneren, en daar staat het bier. Zo sprak deze grote politieke denker. Veel platvloerser kan het niet worden in de politiek, voorzitter. Dat is kennelijk het beeld dat het CDA heeft van de student. Bierdrinkende jongeren, wie een stem gekocht kan worden. Nou, veel stemmen heeft het CDA niet opgeleverd, maar het gemankeerde traject dat leidde naar die buitenwerkingstelling van die langstudeermaatregel heeft schade toegebracht aan de geloofwaardigheid van de politiek. En het beeld dat veel burgers is bijgebleven van deze exercitie, vooral de burgers die direct met deze boete te maken kregen, dat is een beeld van cynisme. En daar danken we de heer Buma en de CDA-fractie voor. Ik zie dat een interruptie. Toch is het de heer Van Meenen namens D66 die u wil interrumperen. Ja. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Beertema stelt dat de studenten zich erop ingesteld hadden, zei u in uw eerste zin, meen ik. Maar is dat nu juist niet een van de grootste problemen geweest bij de invoering van dit nieuwe voorstel? Dat de studenten juist geen enkele tijd kregen om zich daarop in te stellen. En wat is uw vraag? Dat is de vraag. Ik begrijp de vraag. En de heer Van Meenen heeft gelijk, voorzitter, als hij dat zegt. Maar natuurlijk, er zaten... Het was geen mooie wet, laten we daar duidelijk over zijn. Dat hebben wij ook altijd gezegd. In de uitvoering zaten heel veel losse einden. En inderdaad, op die manier was de student er niet klaar voor. Wat ik probeer uit te leggen is dat er na heel veel maatschappelijk debat was het eindelijk zover. Dat wetgevingstraject was afgerond. Er kon nog van alles gesleuteld worden aan de uitvoering. Maar de studenten hadden zich er op dat moment bij neergelegd van oké, het is niet anders. Eerste Kamer had zich uitgesproken en daarmee was de wet een feit. De manier waarop hij was nog nauwelijks of helemaal niet in werking getreden, of werd op deze manier als verkiezingsstunt werd die wet teruggedraaid. Ja, dat vond de PVV-fractie een buitengewoon platvloerse vertoning. Dat is mijn boodschap. Voor ik u het woord verleen. Hieruit blijkt dat dit een wat partijpolitiek debat lijkt te gaan worden. Het leek wat technischer. Geen enkel probleem. Dat is ook maar fijn. Daarbij passen dus wel de restricties. Want er komen nog uitlokking, zou ik er komen nog, mag ik even uitvatten? Er komen nog twee debatten hierna. Dus interrupties in tweeën graag. Want anders dan komen we met de tijd niet uit. Meneer Van Meenen. Nee, maar in de richting van de heer Buma krijgt u van mij alle ruimte. Maar niet in de richting van de studenten. Althans zeg ik tegen, u weet, via de voorzitter. Nee, voorzitter, waar ik toch bezwaar tegen maak is dat de heer Beertema opnieuw stelt dat de studenten zich erbij neergelegd hadden. En u weet toch wel dat dat onjuist is? Nou, dan wil ik de heer Van Meenen toch even meegeven dat de studenten zich later, toen het sociaal leenstelsel over ze werd uitgerold, nog met weemoed terugdachten aan de dagen van de langstudeerboete. Want dan gaven ze toch, al die organisaties gaven daar de voorkeur aan, in combinatie met wat ons idee was, die basisstudiefinanciering in stand houden. De een kan niet zonder de ander. Dus dat is het inzicht wat de studenten daarna weer gekregen hebben. Vervolgd zijn. Nou, een belangrijk doel van die langstudeerboete, dat was het verhogen van het studierendement. De laatste keer dat we hier over dit onderwerp spraken, heb ik gesteld dat de Nederlandse student de traagste was op deze aarde. Nou, die positie die was volgens de NRC niet houdbaar. Dus vandaar dat ik die uitspraak van toen nuanceer. Ik zeg nu, het Nederlandse studierendement is onder meer volgens de OESO één van de laagste van Europa. Ongeveer een derde van de studenten heeft na 5 jaar nog steeds geen diploma gehaald. En dat kost die belastingbetaler veel geld. Een student kost de gemeenschap, afhankelijk van het soort studie dat gevolgd wordt, ergens tussen de 6.000 en de 15.000 euro.
Voorzitter, die langstudeermaatregel heeft in hele korte tijd wel bewezen een effectieve maatregel te zijn. Afgelopen zomer hebben heel veel studenten zich ingezet om alsnog af te studeren. Ik heb hier mijn eigen neef gememoreerd die na 9 jaar studie rechten notabene, eindelijk zijn scriptie heeft ingeleverd onder druk van die langstudeerboete. Hij blij, de familie blij, iedereen blij. Het exacte cijfer van die inhaalslag ken ik niet. En dat is mijn eerste vraag aan de minister. Kan zij aangeven hoeveel studenten die een uitloop hadden van nominaal plus 2 jaar... voor september snel nog zijn afgestudeerd om de boete te ontlopen? Dat vind ik toch een interessant gegeven. Zou ik graag willen weten. Dan is het ook nog eens, voorzitter, een doelmatige maatregel geweest. Hij richt zich namelijk uitsluitend op die langstudeerders. Het alternatief dat deze regering nu biedt, het sociaal leenstelsel, treft alle studenten. Nou, in het schriftelijk verslag merkt de minister op, citaat, het intrekken van de langstudeerdersmaatregel voor de student, dat het intrekken van de langstudeermaatregel voor de student uitsluitend positieve financiële gevolgen heeft, omdat hij niet meer een verhoogd collegegeld voor langstuderen hoeft te betalen. Einde citaat. Voorzitter, ik vind dat een schaamteloze foutieve voorstelling van zaken. Alsof alle studenten hier financieel beter van worden in plaats van alleen de langstudeerders. Ik wil graag een reactie van de minister. Laat haar mij nou nog eens langzaam uitleggen hoe dat nou zit met die uitsluitend positieve gevolgen voor alle studenten die naar ik weet nu hun studie gaan eindigen met een gemiddelde schuld van 13.000 euro. Voor uitwonende studenten komt dat bovenop de nu al bestaande studieschuld van gemiddeld 15.000 euro. Nou, die studenten die zo hard geageerd hebben tegen de langstudeerdersmaatregel, kijk even naar meneer Vermeenen, die hebben nu het nakijken. Ze hebben hun zin gekregen. Al die bevlogen politici en docenten die er schande van spraken, die hebben het ook voor elkaar. De langstudeermaatregel is van tafel. Maar direct zitten ze opgescheept met het zogenaamde sociale alternatief dat de PvdA en de VVD nu opleggen, het sociaal leenstelsel. Ik citeer nog een keer de minister. De regering wil nu via de invoering van een sociaal leenstelsel een directe prikkel aan studenten geven om een bewuste studiekeuze te maken en een bewuste afweging te maken over de studieduur. Voorzitter, de PVV en alle studentenorganisaties zien dat anders. Het is een structurele bezuiniging van 810 miljoen euro die nu wordt uitgesmeerd over alle studenten. En daarbovenop komt nog een structurele bezuiniging van 425 miljoen door het afschaffen van de OV-jaarkaart. Nou, de PVV is er niet van overtuigd dat het sociaal leenstelsel ook maar enige prikkel in zich heeft om sneller af te studeren. De minister kennelijk wel, en ik vraag haar om dat nou eens uit te leggen. Waarom zou die student sneller afstuderen als die jaar in jaar uit een paar duizend euro leent? Er een beetje bijklust in kleine baantjes en afstuderen en een echte baan zoeken uitstelt, omdat het studentenleven veel prettiger is. Want zo gaat dat. Als de minister dat niet weet en als al die PvdA's en andere voorstanders van het leenstelsel dat niet weten, dan raad ik ze aan om eens met ouders te gaan praten die al die studenten moeten bijspringen. Of die nog steeds bij hun huis wonen, omdat de studie maar voortduurt. Hoeveel langstudeerders die niet voor niets langstudeerders zijn, zouden zich nou laten afschrikken van telkens een beetje bijlenen? In het debat dat we afgelopen zomer nog hebben gevoerd, heeft de PVV de andere partijen gevraagd om met alternatieven te komen. Die diezelfde sterke prikkel in zich droegen om in nominaal plus hoogstens 2 jaar af te studeren. Toen bleef het heel stil. Want, voorzitter, dat alternatief is er niet. De consequenties van de langstudeermaatregel zijn namelijk direct voelbaar. De consequenties van een lening zijn pas voelbaar op de lange termijn. Een grote groep studenten zal dat ene jaartje erbij makkelijk wegrelativeren. En vooral als de rekening voor hun gevoel ver in de toekomst ligt. En dat worden gemakkelijk 2 jaar of 3. Nou, dat baart ons zorgen. Want de gemeenschap betaalt zo het luizenleventje dat deze langstudeerders leven. Want het is niet het instellingsgeld dat deze studenten betalen. Ze betalen niet de kostprijs van de studie. Die betalen wij met z'n allen. Maar de PVV-voorzitter maakt zich toch nog meer zorgen over een andere groep. En dat zijn de studenten die zijn opgevoed met toch een gezonde leenangst. Dat zijn voornamelijk de kinderen uit de hardwerkende lagere en middenklasse. De kinderen van Henk en Ingrid. Maar ook de kinderen van allochtone ouders. Die groep die kent relatief veel stapelaars. De mogelijkheid tot stapelen is een groot goed. Een belangrijke emancipatiemotor. En juist in deze groepen zitten veel laatbloeiers. Die pas in de loop van hun studiecarrière hun talenten ontdekken. Nou, onze vrees is dat veel kinderen zullen afzien van een doorstroom naar het hoger onderwijs. Het mbo kan prachtig eindonderwijs zijn. Maar dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Maar het mag absoluut niet zijn dat het wordt ingegeven door financiële belemmeringen. Nou, 35.000 jongeren.
35.000 zullen afzien van een studie door invoering van sociaal leenstelsel. De HBO-raad heeft dat onderzocht. Dat schaadt niet alleen de toekomstperspectieven van de jongeren, maar ook van de Nederlandse kenniseconomie. Nou, het is geen geheim dat de VVD al lang een voorstander is van het invoeren van een sociaal leenstelsel. Liberale partij, zorg goed voor jezelf. En nou ja, goed, die VVD-kinderen, dat zijn niet de kansarme kinderen die er tegenop zien om een leningje aan te gaan, als dat al nodig is. Want pa en ma springen wel bij als de nood aan de man of de vrouw is. De VVD noemt zich weliswaar een volkspartij, maar nou ja, dat is nogal exclusief bedoeld voor het eigen volk vaak dan. Het OSM, het Ons Soort Mensen. Maar de kinderen uit die hardwerkende lagere inkomensgroepen, die ook een entreekaartje naar die middenklasse ambiëren, die zien de toegang tot het hoger onderwijs wel geblokkeerd. Bekijk het maar eens, de boodschap. Ook van die andere volkspartij, de Partij van de Arbeid, ooit een sociaal-democratische partij die emancipatie en verheffing tot haar kerntaak rekende. En nu vindt deze verschillige partij zich aan de kant van de liberalen die onverschillig staan tegenover die lagere middenklasse. Nou, ik zou zeggen, laat meneer Spekman en meneer Melkert een onderzoekscommissie optuigen die de gevolgen in kaart brengt van deze anti-emancipatoren maatregel voor hun eigen achterban. In plaats van het vinden van linkse oplossingen voor de wereldcrisis. De PvdA maakt wat mij betreft toch weer één ogenblik even de zin afmaken. Nee, ik ga u even onderbreken. Oké, u bleef maar doorgaan met uitlokken en met succes. Want één van de leden heeft zich gemeld en dat is de heer Jasper van Dijk. En ik noem zijn voornaam erbij niet uit familiaire overwegingen, maar omdat we hier meer van Dijken in huis hebben. Jasper van Dijk, SP-fractie. Nou, de SP, niet van de PvdA. Oké. Voorzitter, ik zou eerst nog aan de heer Beertema willen vragen of hij zijn neef, die zo blij is met die langstudeerboete, of de heer Beertema hem nog heeft aangeboden dat hij die 3000 euro best aan u mag overmaken. Want dan blijft het effect misschien doorgaan. Maar even terzijde. Mijn vraag is de PVV nou voor of tegen dat leenstelsel? De PVV is, volgens mij weet meneer Van Dijk dat als geen ander, is tegen een sociaal leenstelsel, vooral in de bachelorfase. In de masterfase zeggen wij, is daar nog iets voor te zeggen? Dan zijn studenten vaak zo ver dat ze, wat mij betreft, voldoende intellectuele bagage hebben om te beseffen van jongens, nu ga ik deel uitmaken van een elite van studenten. Dat is het beste wat het Nederlands onderwijsstel te bieden heeft, hè, de masterfase. Dan moet je, wat ons betreft, ook in staat zijn om te zeggen, oké, voor die laatste fase investeer ik dan wel in mezelf. Want dan begrijp je ook, hè, al die statistieken die laten zien dat je met een mastertitel op zak toch in de beter betaalde beroepen komt. Dat is een goede investering. En daar hebben wij wel een verhaal voor. Maar die bachelorfase, dat vinden wij echt een anti-emancipatoren maatregel. Voorzitter, dan moet ik vaststellen dat ik dit een heel wazig verhaal vind. Uw fractievoorzitter, de heer Wilders, die heeft meerdere malen heel uitdrukkelijk gezegd, het afschaffen van die studiefinanciering is een schande. En hij heeft nooit gezegd, behalve voor de masters. Ik dacht dat uw standpunt was. Ja, nou, ik heb erover gezegd wat ik te zeggen heb, voorzitter. Ik zie het lampje branden, maar dat is toch niet helemaal juist, voorzitter, volgens mij. Want ik wou nog even de PvdA meegeven. Laat die meneer Spekman en Melkert een onderzoekscommissie optuigen die de gevolgen in kaart brengt van deze anti-emancipatoren maatregel voor hun eigen achterban. In plaats van het vinden van linkse oplossingen voor de wereldcrisis. Want de PvdA maakt het oude adagium toch weer helemaal waar. Het is altijd maar die mensheid willen redden, maar de burgers, in dit geval de studenten, in de kou laten staan. Voorzitter, tenslotte, de PVV is de last man standing in het debat rond het afschaffen van die langstudeermaatregel. Met de langstudeermaatregel had de studiefinanciering wat de PVV betreft behouden kunnen blijven voor de bachelorfase. Maar het is een gelopen race, we kunnen er niets meer aan veranderen. Maar ik wilde dit toch gezegd hebben. De negatieve gevolgen van het stoppen van de studiefinanciering komen onherroepelijk aan het licht. En dan kunt u allen niet zeggen dat u het niet geweten hebt. De PVV zal in ieder geval tegen deze wetswijziging stemmen. Dank u wel, voorzitter. Dank u zeer. Dan is nu het woord aan de heer.